Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn favoriete producten van januari laten zien. Het is alweer februari, januari is echt omgevlogen en dat betekent dat het tijd is om weer even stil te staan bij mijn favoriete producten van januari. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik nou heel erg fijn vond van januari, zou ik zeggen kijk gezellig even mee met deze video. Ik begin met een highlighter palet en dit is een highlighter palet van Miki en dit is een merk wat ze verkopen bij de Action. Dit palet heeft de naam 611 Born to Shine gekregen en hij zit dus ook in een doosje. Wat ik trouwens ook heel erg leuk vormgegeven vind. Dit is het palet. Het palet is gewoon gemaakt van stevig plastic en wat ik heel erg leuk vind is ook de tekst zeg maar op de deksel Shine and Define staat erop. En hier zitten dus drie highlight poeders in. Je hebt een wat koelere kleur en twee warmere kleuren. De pens zijn ook super groot. Dat vind ik zelf heel erg fijn. Want zo kun je er goed in dippen met je kwast. De poeders hebben veel pigmentatie. Je kunt dat eigenlijk ook wel zien, want je ziet echt de... Ik weet niet of het voor jullie goed zichtbaar is, maar je ziet echt goed waar ik gedipt heb. En dat betekent vaak dat een palet veel pigmentatie heeft. En dat hadden deze ook echt. De kleuren moeten wel bij je passen, moet ik heel eerlijk zeggen. En om de highlighter net nog wat meer te laten shinen, is het fijn om dat op te bouwen. Maar ik vind dit echt een heel goed palet. Het is echt een super low budget palet. En hij is ook nog eens heel erg goed gepigmenteerd. Dus echt een heel erg geslaagd palet van Miki. Dan heb ik een hele mooie lipstick van Essence. En dit is de Velvet Matte Lipstick. Je hebt deze ook in shine varianten. Maar dit is dus een matte variant. Ik heb deze in de kleur... 04 Hungry Pink. En ik vind die de verpakking ook super leuk. Dit is de kleur. Het is een beetje een paarsachtig kleurtje. Het is nu waarschijnlijk niet heel goed zichtbaar voor jullie. Maar echt een heel erg fijne lippenstift. Er kwam veel pigmentatie vanaf. Hij bleef ook echt goed zitten. Ik kon er gewoon mee eten en drinken. Hij geeft wel licht af. Normaal zie je dat minder vaak bij matte lippenstiften. Maar deze gaf wel licht af. Bijvoorbeeld aan mijn glas zag ik het. Maar hij bleef wel heel erg goed zitten zonder af te happen. Dus ik vond dit echt een hele mooie fijne lippenstift. En ik vind de huls ook super leuk vormgegeven. Dan heb ik twee blusjes van Catrice. En dit zijn de blushboxes. Deze zijn water en sweater proof. Dat zijn deze twee. En het leuke aan deze blushjes is dat er een tekst in staat. Dat vond ik zelf heel erg leuk. Allereerst heb ik de 050 Burgundy. Dat is deze. En hier staat ook in Break the Rules. Hele mooie blush. Wat warmere tint is dit. En... je zag hem echt heel erg mooi terug. Echt een hele mooie blush met veel pigmentatie. De Water and Sweat Proof vind ik een beetje lastig. Ik geloof daar zelf niet heel erg in. Want toen ik mijn gezicht schoon ging maken met gewoon een tonic zeg maar. En een waterschijfje kreeg ik het ook heel gemakkelijk ervan af. Dus daar geloof ik niet heel erg in. Maar de kleuren vind ik wel super mooi. En dan heb ik ook nog de 040 en dit is Berry. En hier staat in Run the World. En dat is dit kleurtje. Iets lichter als de vorige, maar ook een heel erg mooi kleurtje die ook veel pigmentatie gaf. En ook mooi bleef zitten. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Die teksten die doen het toch wel. Dat maakt hem toch wel een beetje de eye-catcher. Dus deze twee blushes van Catrice. Dan heb ik een mascara van Essence. En dit is I Need a Miracle Volumizing and Straightening Mascara. Dat is deze in deze zwarte matte huls. Heel erg mooi ook. Ik zal even het borsteltje laten zien. Een best wel rond borsteltje. Er kwam echt veel volume van af. Je zag echt wel dat mijn wimpers er goed zwart van werden. En daar houd ik van. Ik had niet het idee dat mijn wimpers er ook oprecht langer van werden. Maar omdat hij wel heel erg zwart is en ik wel veel volume kreeg van deze mascara, ben ik er evengoed wel heel erg blij mee. En ik vind de verpakking wederom ook gewoon weer heel erg mooi. Dus ook weer een hele fijne mascara van Essence. Dan heb ik een concealer palette. En dit is een palette van Max & More in 601 Neutral. Dat is dit palette. Op de achterkant staat ook een kleine tutorial, ook waar de kleuren voor dienen.
Dus dat is altijd wel handig mocht je hier minder thuis in zijn. Maar ik ben normaal, ben ik heel eerlijk, normaal niet heel erg fan van dit soort concealer palettes. Maar deze was echt super fijn. Want er zit echt een hele romige structuur in deze concealers. Ik heb deze vooral gebruikt. Die andere heb ik vooral gebruikt om te swatchen. Want de andere kleuren die kwamen niet helemaal tot zijn recht op mijn gezicht. Omdat ik bijvoorbeeld geen plekjes had. Rode plekjes. Waardoor ik bijvoorbeeld groen kon gebruiken. Maar je kunt er heel erg makkelijk indippen met een kwastje. Ik breng dit persoonlijk liever aan met een kwastje. En je kunt ze ook heel erg goed inblenden. En ik was gewoon heel erg enthousiast over het feit dat de structuur gewoon heel erg fijn was van deze concealer. Dus echt een heel erg fijn low budget concealer van Max & More. Dit is ook verkrijgbaar bij de Action overigens. Dan heb ik een heel mooi nagellakje van Essence. En deze is uit de Gel Nail Polish lijn. Deze heeft de naam 101 Crashed the Party. Het is een grijs zilverachtig glitterlakje. Hij dekt niet volledig. Met meerdere laagjes krijg je wel volledige dekking. Maar je ziet wel licht, zeg maar, je eigen nagels erdoorheen. Je zou hem natuurlijk ook over een kleurtje kunnen gebruiken. Maar echt een heel erg leuk kleurtje. Ik vond het vooral heel erg leuk tijdens de feestdagen. Ik heb deze bijvoorbeeld gedragen tijdens Oud en Nieuw. En dat geeft je nagels dan toch weer extra wat shine. Ik vind het wel altijd wat lastig om dit soort lakjes eraf te halen, die glitterlakjes, want dat gaat gewoon niet zo makkelijk. Maar ik vond het kleurtje wel heel leuk. Ondanks dat de dekking dus minder intens is als dat je misschien hoopt, maar dat is op zich wel logisch. Want volgens mij is het gewoon een doorzichtige lak waar glittertjes in zitten. Maar wel echt heel erg leuk voor speciale feestgelegenheden of zo. Dan vind ik dit soort glitterlakjes echt super leuk. Dan heb ik een compact powder in de matte variant van Max & More. Ik heb hem in de kleur 152 Dessert Beige. Dat is deze. En op het eerste gezicht lijkt de compact powder best wel donker. Maar op mijn gezicht viel het heel erg mee. Als je hem zo van dichtbij zou zien, zou je denken, goh, het lijkt wel op een bronzer kleur. Maar als bronzer is hij echt totaal niet geschikt. Maar hij poedert je gezicht echt super mooi af. Hij maakt je gezicht echt mat. En je zag eigenlijk heel weinig van de kleur. Helemaal als je een juiste foundation hierbij gebruikt, komt dat eigenlijk heel erg mooi tot z'n recht. En smelt het eigenlijk als het ware heel erg mooi samen. Dus ik vind het echt een hele fijne compact powder. Ik hou van matte compact powder. Ook de pen is weer lekker groot, waardoor je er goed in kan dippen met je kwast. Dus ik vond dit echt een hele fijne compact powder van Max & More. Dan heb ik twee producten uit een limited editie van Catrice. En dit is de Glitter Storm collectie. Allereerst heb ik hier het oogschaduwpaletten. Wat er super mooi uitziet. Dit is echt heel erg. De voorkant is zacht. Ik vind het altijd een beetje lastig om te omschrijven hoe dit is. Het lijkt een beetje suède, maar er zitten dus glittertjes op. Hij voelt heel erg zacht aan. De paletten heeft de naam C01 Dazzle on the Dance Floor. En dit paletten kun je zowel voor je ogen gebruiken als voor je gezicht. Want er zitten twee highlighters in, ook een grote spiegel. Je ziet eigenlijk al gelijk dat het veel pigmentatie bevat, omdat je echt duidelijk ziet waar ik in heb gedipt. Dit zijn de highlightkleuren en de bovenste rij zijn wat meer intensere kleuren en de onderste rij wat meer zachtere kleuren. Het zijn wel shimmer kleuren, dus er zijn geen matte kleuren bij. Maar echt een heel erg mooi paletten met goede pigmentatie. Ik vind het echt een heel erg mooi paletten en ook de vormgeving vind ik gewoon super tof. En daar uit die collectie heb ik ook een Liquid Glitter Lips. En deze heb ik in de kleur C02 Roaring Red. Het is een rode lipstick, zeg maar. Hij droogt mat op. Het heeft wel even tijd nodig. En er zit een kleine shimmer in. Het heeft een heel gewone normale applicator zoals je bij lipgloss ziet. Maar hij droogt mat op en hij blijft super lang zitten. En ik vind gewoon, ik vond hem op mijn lippen niet super rood. Hij neigt ook wel een beetje naar roze. Maar ik vond gewoon, ja, ik vind de vormgeving super tof. Dat die gouden top bijvoorbeeld. En ook gewoon de kleine shimmer die in deze lipstick zit. Is echt een hele mooie lipstick die ik nog heel vaak ga gebruiken.
Dan heb ik ook een Eau de Toilette. En dit is een klein Eau de Toilette van The Voice. Het is ook een microfoon zoals je kan zien als ik zo doe. Let net of ik een microfoon vast heb. Ja, hoe heet deze geur ook alweer? Ik ga de naam van deze even hieronder neerzetten, want ik kan het zo even niet terugvinden. Als je de top eraf haalt, zie je hier gewoon de Eau de Toilette. Hij ruikt echt heel erg zoet. Het is echt een heel erg lekker geurtje. En er zit maar 20 ml in, dus het is wel echt een kleine variant. Maar deze komt dus uit de Voice of Holland lijn. Ik vind het echt een heel erg, ja, leuk flesje. Ook heel erg handig eventueel voor onderweg als je hem mee zou willen nemen. En je had deze echt in verschillende geuren, ook voor mannen. Maar ik vond deze echt heel erg lekker en super leuk de vormgeving. Ik hou er echt van. Dan heb ik een contourpalette van Max & More. Ik heb deze in 619 Most Wanted. Dat is dit palette. En dit is een creamy palette. Ik moet zeggen, normaal hou ik bij dit soort palettes wel meer van een poederpalette. Maar bij deze was ik echt wel heel erg enthousiast. Dit is een doosje. En je hebt eigenlijk drie... Ja, ik vind het meer bronzing kleuren. Dus dit zou ook een highlighter in zitten. Maar die viel voor mij wel wat weg. Je ziet ook dat de pigmentatie weer goed is. Want je ziet duidelijk waar ik heb gedipt. En de bedoeling is van dit soort paletten is dat je deze onder je foundation aanbrengt. En dan blijf je hem dus zien. Dus je brengt deze aan. Je blendt hem in. Want als je dit over je foundation heen gaat doen, dan gaat je foundation verschuiven. Maar het is echt wel een heel erg mooi palet. Er zitten natuurlijk drie kleuren in. Dus ook voor de wat lichtere huid. Het is echt een variërende palette. Ik vind zelf... De highlighter zag ik niet echt terug, want volgens mij zit die er wel in. Ja, en highlight your best futures. Nou, dat heb ik niet gedaan. Ik heb hem echt wel meer als contouring gebruikt. Maar ik vond dit echt een heel erg fijn palette. En dat vind ik niet zo heel erg snel van creamy producten. Dus echt een heel geslaagd palette ook weer. Dan heb ik een nagellakje van Catrice. En dit is de Spectra Light Effect Nail Lacquer. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 02 Irresistant Illusion. En het is gewoon een heel erg mooi nagellakje met goede dekking. Ja, die echt wel een heel erg mooi effect geeft. Hij ligt een beetje op. De kleur verandert een beetje. Je kunt het niet heel erg goed zien, maar het lijkt alsof er een beetje holografisch door vermengd is. Waardoor je een beetje holo... grafisch effect krijgt op je nagels. Bleef helaas niet super lang zitten. Ik had echt wel na 1 of 2 dagen had ik al best wel chips. Dat vond ik wel heel erg jammer. Maar ik vond de kleur wel heel erg leuk. Dus echt wel een heel erg leuk nagellakje van Catrice. Dan ben ik zo aan de laatste producten. En deze komen uit een trendeditie van Essence. En dit is de trendeditie Into the Snow Glow. Allereerst heb ik een Sugar Face Scrub. Dit is dus een scrub voor je gezicht met de naam 01 Hot Chocolate en Fuzzy Socks. Het is een paarse scrub. Er zitten niet hele grove scrubdeeltjes in. Maar de kleur of de. Mijn gezicht werd er wel lekker zacht van, zeg maar. Je ziet ook wel een klein beetje glitters als je dit gebruikt. Maar het is wel een gewone fijne scrub die niet heel grof is. Je moet er wel van houden. Ik hou persoonlijk wel van een wat grovere scrub. Maar omdat hij mijn gezicht wel lekker zacht maakt, heb ik hem bij de favorieten gedaan. Dan heb ik ook een glitterpeel of mask. En dat is deze in deze verpakking. Heeft de naam 01 Hello Winter. De verpakking is niet zo heel erg handig. Want je krijgt de scrub er niet heel gemakkelijk uit. Moet ik zeggen. Of scrub, het masker moet ik zeggen. Komt er niet heel gemakkelijk uit. Je moet goed knijpen en dan komt het uit het tuutje. Dus dat vind ik niet zo heel erg handig gedaan. Maar het is echt een glitter. In de verpakking zie je hem echt glitteren. Op je gezicht zag je dit niet. Je krijgt er alleen een heel erg glimmend gezicht van. Dus geen glitter. Masker, maar je kon hem echt heel erg makkelijk ook eraf halen. En dat vond ik echt heel prettig, want dat wil nog wel eens minder goed lukken om zo'n masker eraf te trekken. Maar dat ging met deze echt super goed. Dus ik vond dit echt wel een fijn masker die mijn gezicht ook lekker zacht maakte. Heb ik deze Sparkly Lip Topper. En deze kun je zowel gewoon gebruiken als over je lipstick heen. In het echt zie je hem echt goed glitteren. Op de foto's vond ik het lastig om te laten zien. Deze heet de naam 01 Icy Sparkles.
En de applicator is ook best wel bijzonder, want het is een harde applicator waar de glitters op komen. Ik heb hem zelf met een kwastje aangebracht, want anders zou je applicator helemaal onder de lipstick gaan zitten. En dat is gewoon niet zo prettig als je hem de volgende keer wilt gebruiken. Het is niet iets wat ik elke dag zou gebruiken, maar ik vind het wel leuk voor speciale gelegenheden om je lippen echt eventjes net een wat meer effect te geven. Dan zijn deze Sparkly Lip Toppers echt leuk om daar overheen te gebruiken. Dan heb ik de Set & Glow Fixing Spray. Dat is deze. Het is een roze spray met de naam 01 Sweater Weather is Better Weather. Gewone sprayflacon met een heel erg lekker geurtje. Hij is licht geparfumeerd, niet heel zwaar. Dus je komt een heel lichte geur van af. Ik kreeg er geen glimmend gezicht van. Als je heel goed kijkt, zitten er kleine glitterdeeltjes in. Maar dat is heel moeilijk op de camera te laten zien. Maar hij liet mijn make-up wel heel erg goed op zijn plek zitten. En dat vind ik heel erg belangrijk. Je zag op bepaalde delen wel dat hij iets meer ging glimmen. Bepaalde glitterdeeltjes. Maar ze zijn zo fijn dat je het eigenlijk niet heel goed ziet. Maar omdat hij mijn make-up goed op zijn plek liet zitten, vond ik dit wel een heel fijne spray, zeg maar. Het pronkstuk uit de collectie is toch wel het Face and Eye Palette. En dat is deze. Heet de naam 01 Baby It's Cold Outside. En het is zo'n palette die je openklapt. Wacht even hoor. Is er nog zo'n... Kijk. Zo ziet dat er dan uit. Je hebt hier de oogschaduwkleuren. Die zie je hier. Dan heb je hier highlighters en hier blushes. Alles is echt super goed gepigmenteerd. Er komt super veel pigmentatie af van dit palette. Je kunt echt verschillende ooglooks mee maken doordat er veel oogschaduw in zit. De blushes zijn ook mooi. Sommige zijn wel iets te donker, vind ik persoonlijk. Maar dat is gewoon echt wat je zelf vindt. De highlighters zou ik niet allemaal gebruiken doordat er ook een groene en een paarse bijvoorbeeld in zit. Maar deze kleuren die vind ik wel heel erg mooi. Dus echt ook een super mooi palette. En ja, ik blijf blij. De vormgever vind ik gewoon super mooi. En ja, ook gewoon die glimmende effecten. En ik denk dat het op de camera helaas niet zo goed overkomt. Maar het ziet er zo mooi uit. Ik vind het echt een heel erg mooi palette. Gewoon mooi vormgegeven. Ik hou hiervan. Dan waren dit alweer al mijn favoriete producten van januari. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie zelf ook wel eens producten die ik heb laten zien misschien hebben geprobeerd. Misschien was je er ook tevreden over of misschien totaal niet. Dat is al natuurlijk een verschil van persoon en van mening. Ik vond het in ieder geval weer super leuk om dit even met jullie te laten zien. Ik ga dit zometeen gewoon lekker allemaal in mijn stash opbergen. En daar ga ik er weer veel gebruik van maken. Voor nu wil ik je dus weer heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je even op het belletje drukt, krijg je ook als eerste een melding zodra van mij een nieuwe video online komt. Zodat je ook niks hoeft te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!